van je video. God, man. Oh, ik ben schoot. Goedemorgen, schatje. Hey. Making a what? Wat? Making a what? Een vlecht noem ik dat. Huh? Een vlecht? Een vlecht? Ja, hoe noem ik dat anders? In het Engels noemen ze dat toch geen vlecht? Ah, het Engels? Ja. Sinds wanneer praten we Engels? Ja, ik zei making a vlecht. Making a vlecht, ah ja. Making a braid. Ja, making. Houston, we got a problem, man. Good. Sam heeft de Eiffeltoren gebroken. Eiffeltoren is half. Man. Doe maar. Ja, hang die maar terug. Nog één gevallen. Ik heb dat vaak, dan draai ik me hier en dan kom je er tegen. Ja, dat is niet slim, hè. Ik heb dat nooit aan de hand, hè. Maar jij bent ook niet zo breed als mij. Hey, kus. Hey. Ik heb precies twee koeien, zo. Gaan er mensen die nu niet tegen eet- en snackgeluiden kunnen. Sorry. Wij gaan naar de gym op deze mooie zondagmiddag. Vergeet zin in haar. Ik ben al lang niet meer geweest. Ik had geen zin, maar nu is het wel. Ja. Ja. Oké, we zien jullie s'avonds, hè. Ciao. Lucas, ondertussen zijn we al een paar uurtjes verder. Wij zijn gaan trainen alle twee, maar het was niet de allerbeste trainingsdag, duidelijk niet. Ik had gepland om benen te trainen, ik heb dat ook gedaan. Maar energielevel was zo laag. Zeker, ik merk dat heel vaak, op zondag trainen is echt moeilijk voor mij, omdat we dan vroeger moeten gaan, dan moeten we rond de middag gaan. Dus heb ik eigenlijk nog maar één maaltijd binnen gehad. En gisteren zijn we vrij laat weg geweest naar het trouwfeest, dus dat was ook al lang uitslapen, weinig rust. Ik merkte echt dat mijn energielevel gewoon heel laag was en ik kreeg het niet geholpen, niet geduwd. Als ik dan iets zwaarder ging, waren mijn spieren direct aan het trillen en zo. Dus nee, het was niet de allerbeste trainingsdag vandaag. Ondertussen heb ik wel een ander activiteitje gevonden om me mee bezig te houden. Het was een rustige namiddag, dus ik heb besloten om mijn auto nog eens te gaan wassen. Dat was lang geleden. Meestal ging die gewoon nog eens rap afspuiten, zo heel snel, dat hij er wel goed uitzag. Maar nu heb ik echt nog eens zo'n anderhalf uur tijd genomen om mijn auto grondig te wassen. En ja, dat doet toch... Ja, dat is misschien stom te zeggen, maar dat geeft zo'n goed gevoel. Dat is zo'n beetje me-time. Dat is even ontspanning misschien. En vooral gewoon het resultaat zien dat het er goed uitziet, dat geeft u elke dag weer zo een boost om weer eraan te beginnen. Voilà, je ziet het resultaatje achter mij. Shiny. Het is echt wel heel fijn om hem zo weer te zien, zeker met de zon. Het is echt heel mooie zon vandaag. Het is wel al 6 uur dus de zon aan het ondergaan, maar dan geeft hem echt een hele goede shine erop. Ook de veilige blinken nog eens goed. Dus happy Sammy. Ondertussen is ook het geluid van mijn auto een beetje aangepast. Jullie hebben dat misschien al gehoord in de stukken van de vorige vlog dat ik zo aan het rijden ben, als Thalissa naast me zit en aan het filmen is. Ja, het is een stuk luider dan dat hij normaal gezien zou zijn. Als ik standaard de auto heb, dan is hem oké, komt er niet zoveel geluid af. Hij is sportief, maar er komt niet super veel geluid af. Maar ik heb een paar aanpassingen aan mijn uitlaat gedaan, waardoor het een stuk sportiever is, zoals dit. Klinkt al wat beter. Het is streng een pak luider. En ja, sommige mensen schieten mij af daarvoor. Hè. Ah, die schieten mij af. Ik denk, Sam, dat is belachelijk. Wat zit je hier lawaai te maken? Lawaai maken. Het is niet alsof ik echt onnozel ga doen en lawaai ga maken in het midden van het centrum. Maar ik vind het vooral fijn. Het is een sportieve wagen. Het past erbij. Anders heb je niet echt het gevoel als dat je zo wilt hebben met zo'n auto. Ik rijd met zo'n auto omdat ik echt het gevoel wil hebben van de sportieve, zware motor en mag gezien, mag gehoord worden. Dus ja, I love it. Ik kan nu naar huis rijden, want we hebben zelfs afgesproken met Laurens. Laurens hebben jullie misschien ook al niet meer zo heel, of al even niet meer gezien. We gaan vanavond gezellig iets eten, filmpje kijken en gewoon chillen bij ons in de zetel.
Hallo meneer. Mijn auto is pas gewassen. Hey, hallo. Ruiten pas gewassen, niet vervuilen, dank u. Ik ga niet weg, hè. Ga weg! Still here. Waar zit hij hem aan hier? Kijk als hij weg gaat nu. Nope. Ga weg! Oeh, die hangt vast. Die is aan het wapperen, maar die hangt vast. Och, arme. Nog iets nuttig gedaan. Ik heb hier dit rekje opgezet. Ik had even geleden gekocht om in mijn garage te zetten. Ik heb ondertussen een garage, die ziet er zo uit. De auto staat hierin, dus het is niet groot, maar ik heb wel nog net een beetje plaats om een paar spulletjes te zetten. En dus om dit rekje te maken. Het rekje dient om alle spulletjes van mijn auto in te zetten. Oude nummerplaten en een sticker die ik erop heb geplakt. Poetsproducten, heel veel poetsproducten, die heb ik vandaag weer allemaal gebruikt. Deze is mijn favoriet, ik poets mijn auto niet meer zonder deze. En ja, een beetje rommeltjes, al een nest wat bij de auto hoort. Ik heb trouwens even geleden mijn auto gepimpt met deze sticker. Ik heb alleen aan deze kant een antenne, heb ik het ook ergens aan de andere kant gehangen. Voilà, hangt erop. Het velletje eerst er nog afhalen en dan gaan we het resultaat zien. Yeah buddy. Ik vind het wel mooi zo met het blauw, dat past veel beter bij de wagen. Als ik er wit had op gedaan, dan stak het zo af en alles. Dus dan klopte het niet meer zo in het geheel en nu is dat veel beter. Ondertussen is Laurens hier daarnet aangekomen. En Sam en Laurens zijn frietjes gaan halen. Dus we gaan zelfs lekker frietjes eten. En dan chillen, film kijken of zo, of serie. Ik weet het nog niet precies wat we gaan doen. Met mijn katjes. Hé, lievekes. We hebben vandaag ontdekt dat Milky nooit wil dat je ze een pootje vasthoudt. Hé, Milks? Nope. Ik heb echt keiveel zin in frieten. Ik heb boulet speciaal besteld met frietjes stofvleessaus. Hey. Hey. Eén is dat mediteren hier zo. Oeh, ik nog niet, hè. Je bent wel aan het wachten om te beginnen. Ja, ik wil met slaapmeditatie doen. Wow. Ja, zo ligt ze hier altijd te mediteren. Dat is niet waar. Want ze was juist met haar kopje boven. Ah. En we gaan nog 5 minuten slaapmeditatie doen. En dan gaan we slapen. Ja, ik moet meedoen. Hè. Ja, ik ging voor u al doen, maar je kwam mij verstoren. Ja, je moet wachten dan, hè. Hoe? Wachten tot ik hier ben. Dan kun je dat doen. Maar jij wilt niet meedoen. Ah ja, juist. Dus ik dacht, ik doe dat al, want Sam was nog onder. En toen kwam ik te verstoren. En toen kwam Sam. Zeg, zo doe ik zijn niet. Zware voeten. Dat doe trap ik helemaal op, niet. Licht aan. Ik dacht, ja. Great. Och, armke schat. Dat is goed. Kom. Ik ga de video afsluiten. Let's mediteren. Ja, na het mediteren gaan we slapen. Hopelijk vond je het een leuke video. Doe zeker thumbs up en wij zien jullie heel graag terug. We zien jullie graag terug. Morgen!